Dag Margot, het is hier ook heel druk geweest in het magazijn, geloof ik, hè? Jazeker, ik kijk terug op heel de periode als een gigantische zoektocht naar beschermingsmiddelen die niet te verkrijgen waren, waardoor dat ik het dagdagelijkse ook nog moest voorzien. Dus de dagdagelijkse noden van de leefgroepen bleven, maar daarbovenop kwamen dus de massale zoektocht naar allerlei beschermingsmiddelen. Zelfs tot in het weekend toe kon ik online wel inloggen op mijn mail, maar voor de rest, het was zelfs in het weekend werken, terwijl ik eigenlijk telkens botste tegen een lege website of niet voorradig zijn. Het was een helse periode. Zelfs na mijn gebruikelijke uren was ik ermee bezig. Het zou fijn geweest zijn had ik extra hulp gekregen om mij te ondersteunen. Iedereen deed wat dat ik kon. Maar we zaten toch nog altijd met handen tekort om allerlei kanalen aan te spreken. Ja, het vraagt enorm veel, of het vroeg enorm veel energie ook. Ja. Waardoor dat we gelukkig s'avonds. Ik begrijp dat jij veel vrijwilligerswerk gedaan hebt dan, want die weekenduren en zo, dat kan niet zijn dat dat betaald is, wel? Nee, dat was op vrijwillige basis, maar dat was ook omdat ik wou dat het door de week ook allemaal, dat de mensen die in het eens van de strijd stonden op de leefgroepen, waar dat de beschermingsmiddelen nodig waren, dat die konden werken en veilig konden werken. Ja. En dan heb ik er daar heel graag voor over. Om mijn collega's te ondersteunen. Ja, dat is wel heel fijn dat we er zo vooral gemerkt dat iedereen heel veel vrijwilligerswerk doet om het toch maar gedraaid te krijgen. Maar we weten ook dat de instellingen niet meer geld hebben om aan deze dingen uit te geven. Ja. Dus we hopen dat de regering toch met nog een aardige duit over de brug komt om die bittere pil te verzachten. Ja, zeker. Heel erg bedankt voor uw getuigenis, Margot. Dat is heel graag gedaan.